boodschap begrepen. Circus Ronaldo? Wat voor circus is dat? Het is een heel apart circus, want er zijn geen dieren. En dus is ook geen glitter of geen grote stunts of geen grote machinerieën. Het is zo de liefde van de spelers die het eigenlijk bijzonder maakt. De mensen die wij engageren hebben altijd wel iets heel bijzonders en dat maakt de voorstelling al bijzonder. Het is ook een familie die al 7 generaties zo met liefde bezig is, zal ik maar zeggen. En het heeft ook iets heel nostalgisch. Het roept oude geesten op. Het maakt eigenlijk mensen gelukkig. En waarom kan ik zelfs niet zeggen. Daar weet ik zelf nog altijd het geheim niet van ons recept. Al wat we doen is heel fragiel en heel kwetsbaar. En is niet al te makkelijk. De eenvoudig uitziende circuskunsten die we doen zijn soms heel moeilijk. En dat doe je soms jaren over voor je het kan. Maar ik bedoel, we trommelen ze niet op tot grote spectaculaire stunts. Alles is heel menselijk en het onperfecte is eigenlijk voor ons veel belangrijk dan de perfectie te tonen. Moet heel Amersfoort komen kijken? Ja, natuurlijk, want we speelden al op zoveel plekken. Van Hongkong tot Montreal en van IJsland tot zuiden van Italië. En nu zijn we hier, dus ja, inderdaad, het is nu het moment. En waar heeft Circus Ronaldo zijn thuisbasis? Wij zijn van Mechelen. Ja, dat is onze thuishaven. Met hoeveel mensen werkt Ronaldo? Deze voorstelling is met 13. Dat is ook onze grootste voorstelling waar we ooit al mee op tournee gegaan zijn. Dat komt ook van, er zijn nu al 3 generaties die voor het eerst samen in 1 voorstelling staan van onze familie. Daarbij zijn nog een heleboel mensen in engagement. Het is een grote voorstelling voor ons. En het is ook elke keer een grote magie die afrolt. En hoe heet de familie? Ronaldo, hè. Dat zijn allemaal... En niet en is het echt de familie? Circus-familie geworden? Ik wou net zeggen, het is voor het publiek laten we de schijn dat het allemaal familie is. Maar zoals alle gezinnen, elke generatie kleiner worden. Mijn voorouders stonden soms met 20 spelers op scène, alleen maar familie. En nu is de kern, de familie, al heel klein geworden. Maar voilà, voor ons... Wij zijn op tournee, dus we zijn 1 grote familie, gelijk hoe. Ook lid van de circusfamilie Ronaldo? Geen familie, maar wel een lid, ja. Maar geen familie. En wat is uw rol in het circus? Ik verzorg de klank en het licht en het tourmanagement. En wie doet de wilde dieren? We zijn geen wilde dieren, behalve onze vrouwen. Maar die hebben we niet mee. Mooi familiecircus? Het is een heel mooi familiecircus. Het is echt een aangenaam circus. Waarom moet heel Amersfoort komen kijken? Waarom moet heel Amersfoort komen kijken? Goh, omdat er anders toch geen bal op tv is, dus het is iets nieuws. Omdat het echt de moeite waard. Het is een mooi spektakel, het is een aangename show. 15 minuten, half uurtje pauze, nog 15 minuten. Het is een avondje lachen, een avondje even niks aan het hoofd. Gewoon. Mooi theater? Ja, mooi theater, zo is dat. Oké, heel veel plezier. Dank en we komen het zien.